Ik ben Ilke, 25 jaar. Ik heb samen met Melvin deze winkel in Hendrik de Wambacht overgenomen. En wat voor ons belangrijk is, is klantgerichtheid. Twee als biefstuk. Kogeltje. Ja. Gaan we nog wat leuks doen vandaag? Ja. Werken. Ruzie maken. Zoals altijd, toch? Ja. Bedankt weer. Dag. Doeg. Bijna elke dag zie je wel je vaste klantjes voorbij komen, dus dat is wel leuk. We hebben ook een gesprekje en een beetje praatje gezellig. En je weet ondertussen wat ze van je willen. Ja, je weet op een gegeven moment ook wel waarover je het kan hebben met die klant. En tot hoever je kan gaan. Nee, ja, ik help wel klanten. Maar meestal gaat zij als eerste, want dan kan ik gewoon door. En ja, als zij voor werk hebt, dan ga ik als eerste. Dus het is een beetje afwisselen. Hiermee gaan we rundgang maken. Ja, omdat we speciale snippers hebben van 80-20, waarvan de 20% daarvan is vet. Maar zoals je hier ziet, zie je gewoon echt bonken vet ertussen zitten en dat willen we gewoon weg hebben in het vlees. Daarom malen we het twee keer. De winkel is begonnen als Slagerij Gelderblom. Dat was een grote franchise-organisatie. Onder die organisatie, onder die slagerij, hebben er twee eigenaren gezeten hier. Of tenminste twee mensen, twee nieuwe gezichten in de winkel. Dat is helaas niet zo goed geëindigd, waardoor we heel veel klanten zijn kwijtgeraakt. Dat komt voornamelijk doordat er geen service werd geboden die mensen wel van ons verwachten hier in Ambacht. Toen is de winkel omgebouwd tot vleesmeester. Dat heeft eigenlijk heel veel goeds gedaan met de klanten hier in Ambacht. Die hebben het eigenlijk echt wel een duw gegeven in de goede richting in voor ons. Dus die zijn echt heel goed gestart met vleesmeester. We zijn er heel nuchter ingestapt in deze winkel, omdat het toch wel best wel een achtergrond had bij vele mensen, bij vele klanten van ons. Omdat er in het verleden niet heel erg netjes, de klanten niet heel erg netjes zijn behandeld. In Ambacht is vooral een heel erg hoge gunfactor en dat merk je ook heel erg hier. En dat is toch wel fijn om te horen. Nou, het scheelt 4 gram. 496. Hij lag op u te wachten, denk ik. Nou, de klanten kijken naar ons, twee jonge slagers die echt gewoon met vol passie met het vak bezig zijn en die van hun hobby eigenlijk hun werk hebben gemaakt. U kunt hem nog een week in de koelkast bewaren omdat het gevacumeerd is. Okay, en als u hem gaat gebruiken, even een uurtje van tevoren uit vacuüm maken. Het leukste op een dag, dat vind ik echt de klantjes helpen, van dienst zijn. En het leukste is altijd, en mensen zeggen wel eens tegen ons van, ja, je hebt toch ook wel eens vervelende klanten of mensen die zitten te zeuren. Maar ja, weet je, het is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Dingen vereisen van een bepaald product of heel veel vragen hebben over de allergenen of over de inhoud of de kruiden. Dat zie ik juist als een uitdaging. Want jij als slager geeft juist die speciale behandeling aan de klant, wat ze in de supermarkt niet krijgen. Dus daar moet je juist van onderscheiden. Dus hoe moeilijker ze ook zijn en hoe vervelender ze misschien overkomen, dat zijn wel de klanten die jij juist kan overtuigen van jouw kunsten in de slagerij. En die je dan uiteindelijk met een glimlach naar huis laat gaan. Dat is wel het doel van ons als winkel, zeker. Gewerkt vandaag of morgen weer? Morgen. Kijk eens. Alsjeblieft. Doeg. Hij probeert elke dag te komen, maar omdat hij ook met zijn werk zit als treinmachinist. Dan soms neemt hij voor 2 dagen mee en soms zie je hem dag niet. Maar hij komt hier wel vaak inderdaad. Het is meer van of je een klik hebt met die klant. Weet je? En als je een klik hebt met die klant, ja, dan is het ook makkelijker praten van wat voor werk doe je. En ga je nog wat doen in je vrije tijd bijvoorbeeld. Maar ja, met sommige klanten hebben die klik gewoon niet. En die komen hier echt alleen de vlees halen en die gaan weer weg. Mijn band met Melvin was eigenlijk vanaf het begin gewoon goed. Vooral toen we te horen kregen van elkaar dat we allebei de ambitie hadden om voor onszelf te gaan beginnen in de slagersvakwereld. Het is af en toe dat je natuurlijk discussies hebt en ups en downs ook, wat je ook gewoon moet bespreken. Maar dat bespreken we niet onder werktijd, dus dan pakken we gewoon de maandagavond of de dinsdagavond. Gaan we gewoon elke week zitten. En daar pakken we dan de puntjes op van wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat kunnen we verbeteren en hoe kunnen we dat anders aanpakken. Oeh. Zwarmen. Heel veel mensen denken dat we een relatie hebben of we zijn getrouwd of weet ik wat ik hier allemaal heb gehoord in de winkel. Maar we zijn gewoon, het is puur zakelijk en naast ons werk zijn we natuurlijk vrienden. En voor de rest hebben we het gewoon goed samen en kunnen we eerlijk zijn tegenover elkaar. Middag! Middag!
Ja.